Eigenlijk creëer je met deze vluchtelingen een extra vluchteling, want wij vluchten echt voor het gevaar. In het buitengebied van Dordrecht gaat Richard samen met zijn vriendin wonen om daar een mooie toekomst als gezin te starten. Wat het jonge stel trekt is de rust en het open gebied ver weg van de bewoonde wereld. Niets lijkt deze mooie droom in de weg te staan. Totdat ze halverwege vorig jaar het bericht krijgen dat er een AZC zou worden gebouwd. Een tijdelijke opvang voor de aankomende 10 jaar. Jij woont hier samen met jouw vriendin en jullie dochtertje van 4 jaar? Klopt, ja. Ja, in alle rust willen we onze dochter eigenlijk op laten groeien, dat klopt. Maar dat gaat veranderen, want er gaat een AZC komen. Ja, en niet zomaar eentje. Gelijk een van de grootste van Zuid-Holland. En met maar liefst 580 asielzoekers. Hoeveel mensen wonen er hier op deze dijk? Nou, zo'n beetje 150 mensen. Dus heb je zeg maar in het buurtje 3 asielzoekers op 1 buurtbewoner wonen. Want als je kijkt hè, naar deze dijk, het is eigenlijk 1 lange weg. Ja. En volgens mij ook de enige weg om bijvoorbeeld richting een supermarkt te kunnen. Dus dat betekent dat al die mensen zometeen die route ook moeten gaan bewandelen langs jullie huis. Ja, dat klopt. En dat is ook eigenlijk het grootste bezwaar van ons. Is dat zeg maar geen andere routes zijn naar het centrum, naar de supermarkt, de benzinepomp. Alles komt straks over ons dijkje wat te fiets en te voet komt. En daar maken we ons gewoon erg zorgen over. Ja, je ziet het in Ter Apel en andere grote AZC's de criminaliteit toch echt wel toenemen. Ja, want hoe wordt jullie veiligheid gegarandeerd? Nou, er komen wat extra BOA's, begreep ik. En er is extra surveillance en er komen camera's enzovoorts. Maar ja, ik ben hier voor mijn rust gekomen en niet voor allerlei politie en BOA's en camera's en zulke soort dingen. Dat is niet waar ik mijn kindje in op wil laten groeien. Als je dan vader bent, dan maak je je zorgen over je kind en je vrouw. Ik bedoel, als ik er niet ben, dan zijn hun er alleen. En ja, dat is helaas voor ons ook de reden dat we waarschijnlijk ons huis toch wel te koop gaan zetten. Maar hadden jullie daar nog iets over te zeggen? Nee, ja, dat klopt. Dat is gewoon een feit, komt er. Ja, als het aan de gemeente ligt, zeker. We hebben wel als buurt wel een advocaat in de armen genomen om te kijken of dat het juridisch misschien nog aan te vechten valt. Dus dat is eigenlijk onze laatste kans om ons buurtje een beetje te beschermen tegen zo'n grote groep mensen. Ja, de pijn en frustratie is dat je eigenlijk creëer met deze vluchtelingen een extra vluchteling, want wij vluchten echt voor het gevaar. Wil je meer zien van Ongehoord Nederland? Volg ons dan op onze social media kanalen en abonneer je ook zeker even op ons YouTube kanaal.